Yo, 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 what up? It's your boy Demo. Tof dat je weer kijkt naar de livestream van Punch-Out Battles. Ik zit zoals je kan zien met Giant. We gaan een live Q&A doen. Dat betekent dat jij al je vragen die je hebt mag stellen. Drop ze hier beneden in de comments. Ik krijg ze allemaal op mijn magic phone en dan stel ik ze gewoon aan Giant. First things first, hoe gaat het? Goed man. Goed. Ja? Ja, stabiel. Wel halve man. Finale komt eraan. Ja. Hoe voelt dat? Ja, op zich... ben ik wel gewoon relaxed. Ja. Want je had natuurlijk eerst niet het gevoel van ik ga een halve finale doen. Nee, zeker. En dan hoor je eigenlijk in kortere tijd dan je normaal hebt dat je dat nu moet gaan doen. Klopt. Speelt dat een rol nu voor jou? Ja, op zich niet. Kijk, het zou wel fijner geweest zijn als ik het natuurlijk eerder had geweten. Maar op zich is het niet zo'n groot probleem, denk ik. Okay. Gewoon haalbaar zijn. Wat vind je van het feit dan dat twee... soort van top-tier MC's ineens uit zo'n league staan. Ja, ik vind het oprecht echt wel jammer. Ik had ze sowieso tegen elkaar willen zien. Maar ja. Aan de andere kant is het voor jou is het gewoon super gunstig. Dus eigenlijk wil ik ze hierbij hartelijk bedanken. Okay. Weet je. Maar heb je dan wel het gevoel dat je nu een soort van extra moet bewijzen? Omdat mensen nu wel gaan zeggen van ja, Giant hoort eigenlijk niet. Hij heeft het niet verdiend. Ja, dat is zo. Maar ik heb... weet je, meerdere mensen zeiden ook tegen mij van zus en zo. En toen die comments zie je ook heel veel van ja, jammer dat ze eruit zijn, maar Giant is wel halve finale waardig. Dus als ik dan zo het bericht lees, dan denk ik van ja, weet je, dat geeft mij wel meer, zeg maar, meer drive om er nog harder voor te werken. Okay. Maar ik denk ook dat dit wel sowieso een van de lijpe performances gaat worden. Okay. Met wat ik nu heb. Ja, ze zijn weer gewoon gekke. Ja. Die jokes gaan weer veel te ver, bro. Ik ben al... Je vorige battle was dan tegen Steph. Yeah. Hoe kijk je terug naar die battle? Ja. Hij is pas uitgekomen. Bro, ik zeg je heel eerlijk, ik vind het echt een gruwelijke battle. Maar kijk, normaal als ik een battle heb gedaan, kijk ik hem één keer terug, gewoon de dag dat hij uit is. En daarna is het echt voor mij al gezien eigenlijk. Maar dat is echt een battle die ik 3-4 keer heb teruggekeken. Oké, deze heb je echt vaker gedaan. Ja, want ik denk dat het gewoon voor mij ook even een ervaring is. Dus kijk, bij Cooper was echt de eerste keer dat ik tegenwind kreeg. En toen vond ik het al veel leuker om te battelen. Want nu werd ik ook nog eens geëntertained buiten mijn rondes. Ja, weet je? Ja. En bij Stef was dat in principe nog erger. Want wat het fijne is, kijk, ik heb niet heel veel info. Je kan bijna niks over mij echt vinden. Weet je? En dan maken mensen wel gewoon het zo realistisch mogelijk. Dus voor mij is het dan gewoon entertainment. Omdat het eigenlijk raakt het mij toch niet. Ze kunnen ook wel zeggen, je moeder is dit of je vader. Maar als je zelf weet, dan is het niet zo. Want heel veel mensen vragen mij ook, ja, hoe heb jij jezelf ingehouden? Hoe heb je hem niet gesmakt? En zo. Ze zeiden ook, in het derde werd je echt boos. Maar ik was meer echt boos dat ik mijn tweede had opgefokt. Ik dacht echt van, kut man. Ik was meer boos op mezelf eigenlijk. Maar ik moest ergens mijn agressie kwijt. Ik kan moeilijk naar iets anders gaan. Dat is wel een van de discussies die je heel vaak hoort. Van oké, moet er een grens zijn in wat mensen spitten? Ik kan gewoon zeggen wat je wil. Ik vind, kijk, als er een grens was geweest, dan is die sowieso al lang overschreden. voor mij is die grens in principe bijvoorbeeld wat bijvoorbeeld Taser bij Jeeves had gedaan. En wat Steph bij Terry heeft gedaan. En Terry weer andersom. Weet je, hun gingen echt gewoon. Dat vind ik. Kijk, ik zou het persoonlijk niet doen. Als ik zo'n informatie bijvoorbeeld nu over het meet zou hebben in dit geval, zou ik dat niet tegen hem waarschijnlijk niet gebruiken. Omdat ik dat gewoon over mijn hart kan krijgen. Want het is gewoon. Het is gewoon als je. Als je gewoon weet dat dat gewoon iets te gevoelig ligt. En ik vind ziektes en mensen die dood zijn, dat vind ik echt. Ja, echt. Zelf een beetje kut om daarmee te gaan houden. Maar jij zou dat dus dan... Ik zou dat waarschijnlijk niet doen, man. Kijk, als ik weet van mijn tegenstander, bijvoorbeeld ik zit wel in zo'n situatie en ik weet dat hij dat tegen mij gaat gebruiken, misschien dat ik dan pas denk van oké, als jij dat tegen mij gaat doen... Bijvoorbeeld hoe Terry heeft gedaan. Ja, bijvoorbeeld. Ja, misschien dat wel, maar alsnog, ik zou het niet zo erg, man. Bijvoorbeeld met die overlijdensberichten en zo, dat die gedichten en zo. Ja, oma foto's scheuren. Kijk. Ik zou waarschijnlijk Popjo nog gewoon gesmakt hebben na die battle. Ik zeg ja, toch wel. Ik zou hem echt gesmakt hebben. Weet je, boeit me dat die 1,60 meter of zo is. Of desnoods, ik zeg, laat mijn broertje hem nog zo slaan. Weet je, dan ben ik gewoon serieus over. Dat gaat gewoon te ver, weet je. Kijk, ik kan gewoon doen, maar dat is voor mij eigenlijk de grens. Okay. Maar ik zou het nog steeds niet in de battle doen. Ja. Maar jij zegt zelf natuurlijk ook heel vaak dingen over mensen, hun moeder. Tuurlijk. Ja, maar, dat mag wel, maar zolang het ja, niet. Ja, maar kijk, hoeveel is daarvan waar? Kijk, ik maak gewoon grappen over andermans moeder. Maar ik heb volgens mij van al die mensen waarvan ik de moeder heb gedist, heb ik misschien van twee ook echt daadwerkelijk de moeder gezien of zo. Ja, want de andere verbergt het. Omdat anders echte dingen erover gezegd worden. Dus het is gewoon hoe creatief jij ermee omgaat.
Je kan zeggen hoe dik die moeder van diegene is, maar waarschijnlijk is die madre gewoon dun. Gewoon boen. Ja, snap je. Dus maar niemand weet het. Dus ja, niemand weet het. Dus het is gewoon hoe jij het beeld schetst. Als jij het gewoon realistisch genoeg doet, dan kan je het gewoon inbeelden. Wanneer je grappen kan inbeelden, dan pakt het ze ook gelijk meer aan. Ja. Weet je? En heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld tegen mij, ja, of dan zie ik het of hoor ik het van, ja, je hebt wel simpele bars, maar iedereen begrijpt ze. En dan denk ik van, ja, maar luister, je moet, die grap is eigenlijk fucking complexe grap. Weet je, totdat ik die grap heb bedacht, ben ik echt een tijd bezig geweest. Ja. Weet je, en dan heb ik hem. En dan is die eigenlijk te moeilijk. Dus maak ik hem juist expres wat simpeler, zodat iedereen hem snapt. Ja, weet je, dat is eigenlijk de kunst daarvan. Want simpele bars is, ja, kan je zeggen, is makkelijk gedaan. Maar er zat een heel verhaal achter. Maar ik kan jou niet de hele verhaal daar gaan spitten, want ja, dan wordt het weer... Want je hebt maar een minuut. Snap je. Dus je maakt het zo simpel mogelijk, zo snel mogelijk, zo pap. Dat is in ieder geval hoe ik het leuk vind. Het gaat natuurlijk om alle vragen die de mensen naar ons gaan sturen. Tuurlijk. Gooi die dingen in de comments. Ik heb al een paar binnengekregen. Ja. Navin die vraagt bijvoorbeeld, hey Giant, ga je Mitch opeten als sujuk? Op zich lust ik wel eens gewoon sujuk, dus dat is gewoon een interessante keuze van hem. Okay. Maar ik weet dat Navin die guy is die hardop lacht. Ja. Dus dat is iedereen. Dus ik ja man, hij is wel echt die heerlijk. Maar okay, ik vind hem wel fatten, man. Ik zeg eerlijk, hij laat me altijd lachen. Volgende vraag, wat vind je van de roast van Opa Norma op je clip met Kippy? Ja, dat is ook een interessante vraag. Kijk. In principe, als je de roast hebt gekeken, is er helemaal niks over mij gezegd. Hij heeft, die intro komt, mijn refrein komt, vervolgens komt de verse van Kippy en dan begint hij gelijk Kippy te roast. Hij skipt het hele feit dat ik daarvoor sta. Okay. Dus je hebt het gevoel dat het meer op Kippy gericht is? Ja, het was sowieso meer op Kippy gericht en daarna heeft die andere boys ook nog eens aangepakt, Eskimo en Oki. Dat zijn gewoon die andere twee jongens. Hmm. En ja, weer werd er echt niks over mij gezegd, dus ik dacht van, dat heeft hij wel expres gedaan, want ik weet dat Opa Norma, voordat hij bekend was, hij had al een pagina met Opa Norma op Facebook en dan had hij mij al toegevoegd en toen zat ik al op Battle 2 of zo tegen Eigenwijs. Mm. En volgens mij heeft hij wel gewoon sympathie voor mij, denk ik, dat hij daarom mij een beetje met rust heeft gelaten. Mm. Okay. Want, ja, maar stel dat er een keer wel een jab naar jou komt? Dan ben ik gewoon klaar om terug te jabben. Nee, maar dan waarschijnlijk, ik zou gewoon, ja, sowieso Opa Norma uitdagen dan, maar dan zou ik hem echt uitdagen om te komen. Gewoon een battle. Gewoon ja, nou puncho, dat zou wel lauw zijn. Dat zou heel goed zijn. Als Opa Norma wil battelen in de ring, dat zou wel lauw zijn, weet je. Maar Opa Norma. Voor nu zie ik het niet als een dreiging, want hij heeft niet echt wat over mij gezegd, weet je. En ik vind het natuurlijk wel fucked up, want ik fok gewoon met Kippy en Skimmer, dat is gewoon matties voor mij, weet je. Ja, maar heb je dan niet het gevoel van ik moet mijn matties zeg maar voor hun? Ja, op zich wel, maar dat doen hun ook een eigen. Kijk, weet je wat het is? Hun hebben al een beef die langer gaande is. Hun dissen elkaar al gewoon een tijdje. Hun hebben al een tijdje met elkaar gewoon meerdere filmpjes uitgewisseld. Dus dat is niet echt mijn ding. Dus je hebt zoiets van ik hoor niet te bemoeien. Ja, ik ben geen finder en zo. Je ziet mij nooit. Ik pak nooit zeg maar de telefoon. Ik ga nooit zo van mijzelf filmen en mijn mening geven over iets. Weet je, want ja. Dat boeit mij niet echt. Nee, het boeit mij sowieso überhaupt niet. Kan ik met Kippy lachen? Ja. Kan ik met Eskimo lachen? Ja. Kan ik met Oki lachen? Dat zijn gewoon toffe boys. Dan zijn gewoon mijn matties, weet je. Ja, dat is het. Oké, duidelijk. Stefano van Galen die vraagt, wie is naar jouw mening de beste POB-MC ooit? Ja bro, dat is sowieso echt een lastige vraag. Want er zijn zo fucking veel POB-MC's in de afgelopen tijd. Maar ja bro, kijk, Menace heeft hem al gepakt natuurlijk de vorige seizoen. En ik vond ook manier waarop hoe Menace mensen kapot maakte, vond ik het sowieso gruwelijk. Weet je, maar of dat hem ook gelijk de beste battle MC maakt, want bijvoorbeeld, ik zeg eerlijk, ik vond Naji en zo vond ik ook echt hard. Heel hard. Weet je, Naji, QC, want vroeger kwam ik zelf ook naar die battles. Je ziet mij gewoon in het publiek. Als je goed kijkt, kan je mij vinden in het publiek. Weet je, dan moet je goed zoeken welke battles dat zijn. Maar bijvoorbeeld, Naji vond ik in principe onterecht verloren hebben van Shiki. Weet je, en ik denk dat Naji door was geweest, dat hij misschien een grotere dreiging was, weet je. Want ik had liever dat gezien dan dat Shiki. Want Shiki vond ik ook fucking grappig. Maar ik had niet echt het gevoel dat hij de potentie zou hebben om het echt compleet te kunnen winnen. Zeg maar. Maar bijvoorbeeld, ja, ik denk dan toch uiteindelijk wel gewoon, het is een moeilijke keuze, maar ik denk dat dan voor algemeen is gewoon Menace wel tot nu toe de beste. Weet je, ik vind Stef ook fucking hard, maar niet in de... Niet op dezelfde. Niet zo, man. Wat heeft dan zo'n battle MC voor jou nodig dan om de beste te zijn? Je hoort vaak de discussie over van, nou, zijn grappen belangrijker, zijn bars en schemes belangrijker. Jij bent dan weer een grappen MC, om het zo te zeggen. Ja, kijk, bij mij, ik vind zelf gewoon natuurlijk grappen nu belangrijker. Waarom? Kijk,
Ik kan wel helemaal mijn best gaan doen en helemaal mooie bars voor jullie gaan schrijven. Hele schemes. Hele scheme. Je kan kijken bij die auditie en zo, je hoort die dingen over die voetballers en zo. Heb ik even mijn tijd ingestoken, oké, is leuk gedaan. Ja. En nu nog steeds, bro. Ik doe wel soms bars erin verwerken, maar dan vind ik het leuker om een wordplay te doen, omdat ik helemaal mijn best ga doen. En ja, het is proef van grappen maken, doe je ook je best, maar het is op een andere manier, weet je. Want ik vind het gewoon leuk om, leuker om mensen te laten lachen. Ik heb liever de hahaha dan de... Weet je, bars. Yeah, yeah, yeah. Ik denk van, killen jongen, ga weg man, weet je. Weet je, als je echt bars wil gaan spitten, ga naar een sessie of drop jouw tunes en doe daarin verwerken wat jij wil. Maar je bent daar om te entertainen. Die mensen komen... Ja, die mensen komen niet voor wat jij allemaal hebt. Ik kan ook wel daar 16 bars helemaal gek al mijn beste bars gaan pakken en dat in mijn teksten verwerken. Maar dat is gewoon niet mijn stijl. En ik vind ook niet dat dat het beste werkt ofzo. Voor mij... Ja, mensen dachten ook, zoals de meesten zeggen, dachten ze dat ik ook gelijk boos zou komen en zo bij Punch-Out. Nee. Dat is een grote guy, hij gaat gewoon agressief doen. Ja. Je weet toch, een beetje, ja, bro. Ja. Dat is eigenlijk ook een vraag die ik hier krijg van Kevin. Bij Stef had je af en toe een agressieve delivery, wat goed werkt bij jou. Ja. Waarom kies je er toch voor om de lolbloed tussen haakjes uit te halen? Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon zelf sowieso leuk om te lachen dan dat ik moet boos zijn. Maar als ik, op dat moment was ik ook echt boos, want ik ben gewoon... Op dat moment is gewoon wat emotie speelt. Als ik op dat moment misschien mijn tweede ronde bijvoorbeeld heel goed had gedaan. Als ik in een betere vibe en dan zou ik niet echt de volgende ronde zo boos hebben gedaan. Dan zou ik misschien... En soms heb ik ook het gevoel dat als ik te boos word dat ik niet helemaal goed meer uit mijn woorden kom. Ja. Dus, en ik heb, ergens ben ik ook wel bang dat als ik mezelf echt laat meeslepen en... Er wordt dan ook nog eens echt iets faya's gezegd dat ik dan echt uithaal. Ja, als ik daar iemand uithaal, ik zeg heel eerlijk... Niet om op te scheppen, maar waarschijnlijk gaat die ook gewoon daar op die camera en dan ja, hebben we wel een leuk final filmpje. Moeten we zomaar die battle clippen weer. En, ja, ik zeg expres weer. Ja. Ik was daar ook bij trouwens. Ik was daar bij, man. Bij de magische slap. Ik stond daar, ik wist op dat moment niet wat er gebeurde. Voor mij, ik zie gewoon, wat was het? Naji zei, wie dat zei, zijn moeder is een ezel. Gewoon is een donkey. Opeens, ik zie al iemand van daar boven zo lopen. Ik stond op dat moment achter Mackie en zo. Ik kijk opeens, ik zie zo'n matar daar komen en... Hé, hij ben gewoon... En dan van, kill, wat gebeurt hier? En ik was op dat moment echt een young boy, weet je. Ik was echt... Ik ging... Ja, we waren gewoon vaak in Arnhem. Rafa en zo was voor ons ook gewoon... Nieuw. Ja, nieuw. Punch-Out was voor ons nieuw om te kijken. Ja. Ik kijk het wel gewoon op YouTube en zo destijds. Maar ik was daarbij, toen ik dacht, oei. Maar ja, als het moet, ja... Daarom, ik ben gewoon bang om mezelf denk ik, te laten meeslepen. En ik ben ook echt met van die mensen, dat wanneer ik dat ga doen... Bro, iedereen hun willen. Bijvoorbeeld als je hebt gezien bij Symmetric of zo, of tegen iemand... bij Michael After, hij zei van... Er was een battle dat iemand iets zei, dat iemand achter jou, zeg maar, ging bemoeien. Ja, en dat je omdraait en zei, stil. Michael After zei van, hij ging mij bedreigen via Facebook, maar was niet waar, want... Ik had nog nooit met hem gepraat, weet je, maar... En opeens, iemand van achter, volgens mij mijn neef, hij zegt opeens van, kom, dat was ik aan zeggen. En ik blijf toch, ik zeg, kom, je rustig, joh. Ja, maar zo, nee, stil. Iedereen wel... Ik heb dit, iedereen wel weten, toch, maar ja. Oké. Okay. Ja, daarom, man. Grappig zijn is gewoon beter om mij zo in die moed te laten. Beter heb je gewoon de funny giant dan een boze giant. Om even terug te komen, we hadden het net over de hyena, de lacher. Iemand vraagt... Wat vind je daarvan? Vind je het een afleiding? Ja, nee. Dat vroeg Jeeves trouwens. Oh, kut Jeeves, joh. Echt, man. Joh, zulke mensen mogen helemaal geen telefoon gebruiken. Nee, maar werkt er zoiets afleidend? Nee, man. Op dat moment weet ik echt niet wat om me heen gebeurt. In die battle, bro, soms, kijk, ik heb ook wel eens gehad dat ik zenuwachtig was voor een battle. Maar op het moment dat ik echt begin, van de eerste ronde op jack, oké, dan switch. Ik ben niet meer daar. Ik ben niet meer in die omgeving. Maar je merkt ook bijvoorbeeld wat ik heel veel heb gemerkt in alle tijd dat ik bij Punch-Up zit. Is op het moment dat je zeg maar aan het battelen bent. Yeah. En je dropt bijvoorbeeld een bar waarvan je denkt, oh, mensen gaan hierop los. En crickets. Of andersom, ja, dat je denkt, ja, deze bar doet niks. En ineens gaat hier het publiek los. Dat je daar wel een soort van afgeleid van. Denk ik wel een keer bij mijn vorige geval dat ik dacht van, dit gaat wel een bar worden waarbij mensen losgaan en dan hoor ik niks en dan drop ik echt daarna een veel simpelere filler of zo gaat het iedereen los. Denk van, hoe dan? Weet je, maar daar op zich,
dat haalt mij niet uit mijn ding ofzo op dat moment, denk ik. Oké. Okay. Navin die vraagt, wil je Popjor nog battelen? Je hebt een aantal keer een call-out gedaan naar hem, maar hij is nu best whack. Ik heb Popjor een 2-3 keer uit... Hij zegt dat letterlijk, hè? Ondanks hij nu best whack is. Het is niet dat ik het zeg. Ja, ik heb Popjor een paar keer gevraagd, want... Ja, ik weet niet, hij deed gewoon blij en zo, dus ik dacht, ik ga hem gewoon pakken. Maar staat er nog steeds op je raam? Nee, man. Je bent al helemaal dat... Ik was helemaal aan het vergeten. Voorbij gegroeid, zeg maar. Oké. Jalo Koeidenburg, die vraagt, wat vind je ervan dat nooit iemand uit het publiek Kai-Itlar maakt? Is dat iets Turks? Wat zegt die? Kai-Itlar? Wat vind je ervan dat nooit iemand uit het publiek Kai-Itlar maakt? Ja, volgens mij... Is dat eten? Nee, dat is opnemen. Hij zegt, wat vind je van dat mensen nooit je battle opnemen ofzo? Ik weet niet. Okay. Misschien moet je de vraag even beter stellen, ja, wij snappen hem ook. Rijk Sikkens die vraagt, hoe voelde je allereerste battle? Als je gaat... Weet je nog tegen wie je allereerste battle was? Ja, ook iets tegen Toys, weet je. Maar ja, ik tel die niet echt super erg als maar een als battle. Als ik dan heb over echt een battle, gewoon 3 rondes. Ja, dan dat is dus Michael, hè. Ja. Maar dat is sowieso... Met de plank. Ja, dat was ook echt een binnenvaller, want ja. Ik had tegen Toys, had ik al laten zien dat ik best wel funny ben. En hij had gechoked, ja, vond ik ook wel een beetje zielig voor hem, weet je. Maar oké, dat hebben we dan gehad. Maar bij die auditie had ik wel gewoon zenuwen. Ja. Dat zeker, weet je. Dat is mijn eerste keer, ik sta op die podium. Ik denk, gaan ze het leuk vinden wel of niet, je toch? Maar daarna, die eerste battle had ik al wel meer zelfvertrouwen of zo. En toen ik ook nog eens zag hoe slecht hij eigenlijk was, dacht ik van, oké, deze heb ik sowieso binnen, weet je. Het was gewoon een kwestie van, hoe hard gaan ze het vinden? Maar ja, toen kwam de eerste ronde al en ik wist dat ik met die bar over die 7 ballen op de kin, ik dacht al, die gaat sowieso, mensen gaan sowieso los. Want ik weet, veel mensen, Dragon Ball, heeft iedereen wel eens gecheckt. Ja, ja, ja. Je weet dat daar 7 ballen op de kin is. Ja, snap je, ik check het nog steeds, hoor. Ja, maar ja, snap je. Dus ik wist bijvoorbeeld dat die al sowieso zou pakken, dus ik dacht echt van, oké, ik moet even mijn ding doen. En die bar komt zo meteen, ik weet zeker dat ze daarop los gaan en toen... Iedereen ging dan los, ik dacht van yes. Maar okay. Geef je dat ook die extra kracht, dat je wanneer je het publiek hoort, dat je dan denkt van oké, nu ga ik niet meer, loslaten. Ja, dan word ik nog lijker, bro. Okay. Ik ga echt snel. En wat heb je dan liever als je dan zo zou kijken van oké, je hebt een tegenstander waar jij gewoon 3 rondes lang gewoon slaps heen en weer uitdeelt? Of heb je liever een tegenstander dat je echt zelf ook moet ontwijken, duiken, dit, dat, dat het echt moeilijk is om die win te pakken? Ik vind dat wel leuker, maar dat ligt ook een beetje aan de persoon, denk ik. Want bijvoorbeeld bij Symmetric, die guy deed echt heel rivalig van tevoren. En Michael Efter trouwens ook, voordat we al moesten heel battelen, van het begin. Heel stoer, ik ga jou murderen, en comments droppen links en rechts. Ja. En dan heb ik het gevoel van... Ah, jou ga ik pakken en als ik dan echt een 3-0 win pak, denk ik van hier, lekker voor je, weet je. Dit is gewoon wat jij wil, alsjeblieft, weet je. Maar als ik weet van tevoren van, die guy is ook goed, dan heb ik ook gewoon wel toch wel een ander gevoel. Dus ik denk meer dat honger, meer honger, dan is het ook leuker om te doen ofzo. Okay. Dus toch wel liever ook tegen. Adam L vraagt, ga je Mitch pakken, denk je? No homo, hij heeft... thanks. Ja, nee, maar ik... Ik denk het wel, man. Ik heb sowieso, denk ik wel gewoon een beetje meer het publiek mee of zo, denk ik ook. En, meer het favoriet. Dat ook. Maar kijk, Mitch is echt hard, weet je. En ik, sinds het begin al, dat Mitch gewoon die eerste battle en zo deed, ik had al love voor hem, weet je. Hij is ook een van de weinigen die niet zo gelijk... stoer deed vanaf het begin en zo, weet je. Hij kwam ook gewoon een soort van, ik ga hier even een keertje... Gewoon... Hij dacht, ik ga gewoon een keertje proeven of zo hoe het is. En uiteindelijk is het voor hem goed uitgepakt. Weet je, gewoon zo'n gevoel heb ik bij hem. Dat hij gewoon ook echt is gegroeid mee met die battles. Echt. Elke battle die man pakt, hij wordt iets beter, weet je. Dus ik vind dat echt juist mooier om te zien. Weet je, maar ik denk nog niet dat hij... ik denk nog niet dat hij mij kan pakken. Dat is een keer... En als je dan, stel je wint van Mitch, waar je dan van uitgaat, dan vraagt Koen Bos eigenlijk, of nee, Navin die vraagt dat, heb je liever Jeeves of Nick Frame tegenover je? Ja, in principe maakt het dus wederom niet zo heel veel uit, alleen, kijk, Jeeves is naar mijn mening veel meer geskilled dan Nick Frame. Dus ik vind Nick Frame, ik wil wel iets grappigs vertellen, maar ik weet niet of ik dit moet vertellen. Want je mag niet alles vertellen. Ja, dit is eigenlijk best wel ziek, want ik heb eigenlijk... Is dit voer voor zijn tegenstanders? Ja, in principe heb ik Nick Veen al gebatteld.
Want ik heb ooit voor een van zijn battles heb ik de teksten van zijn tegenstander geschreven. Maar ik ga niet noemen wie, en het was ook in de oude jam. Okay. Weet je, was voordat jij nog zat mee. Was way back. Okay. Weet je, was echt way back. En toen heb ik tekst geschreven voor die guy. En die guy had gechoked, want hij had die tekst niet geleerd. Dus toen kon ik sowieso niet echt pijlen wat mijn bars hadden gedaan. Maar technisch gezien heb ik hem gebatteld. Maar ik heb het nooit echt gehad met Nick Payne, man. Het is ook een beetje door die accent, want in het begin was het sowieso helemaal niet te verstaan. Ja. Nu nog wel wat beter. Maar naar mijn mening. Ja, heb ik dan eigenlijk wel liever Nick Fink. Ja, was het dan makkelijk? Ik heb liever Nick Fink. Ik vind het gewoon leuk, want bij Nick Fink kan je echt ouwe hoeren over dat accent en zo. Je kan echt gewoon heel lang daarover door, man. Weet veel Engels. Ja, veel Engels. En bij Jeeves zou ik het denk ik moeilijker hebben om echt wat dingen te verzinnen. Want ik, met alle respect, ben niet zo laag om bijvoorbeeld over zoiets te beginnen wat anderen wel tegen hebben gebracht. Ik zat op tennis, man. Ja, man, weet je, en dat kan ik niet zomaar. Ja. Nu is het al gelekt natuurlijk, maar ja, Jeeves zat vroeger op tennis, man. Dus. Ja. Even kijken, Koen Bos die vraagt, wat vind je van het niveau van de league vergeleken met voorheen? Ja, ik zeg je eerlijk, heel veel zeggen, ja, vroeger was alles beter. Ja, ben je gek, heel veel zo. Als je de eerste battles kijkt van Punch Out, helemaal niks met wat er nu... Kijk die eerste battles, wat nog remix daarnaast Excellent staat in die schuren waar de eerste drie fans zijn gehouden. Hip-hop, ja. In ieder geval, ja, no disrespect, maar misschien was het toen ook freestyle, want mensen kenden elkaar daarvoor nog helemaal niet, maar ja, bro, zelfs dan vind ik de freestyle battles van nu wel beter, want ik denk ook dat hip-hop en rap in het algemeen al veel is ontwikkeld, bro, weet je, want tuurlijk kan je dan zeggen, kijk, hun zijn al wel iets meer grondleggers, want voor hun was het meer proeven en voor ons dan meekijken en daarna... Ja. Ja, ontwikkelen. Kijk, wij konden ontwikkelen en dan erin komen. Hun moesten dat in één keer doen, dus je moet die niveau niet peilen. Het is ook een beetje zo, ik zeg eerlijk, vroeger ging de koud al los als je zegt, je moeder is dik. Ja. Bro, iemand zei op een kracht, snap je. Dus nu kan je dat niet meer zeggen, want ik heb ook echt het gevoel dat wanneer ik teksten schrijf, voor battle voorbereid, probeer ik ook echt te ontwijken wat vroeger is gezegd en zo, weet je. Ik wil geen copycat of zo. Ja, dus ja. Ik doe echt mijn best om niet dingen te zeggen. Want volgens mij heb ik wel echt elke battle gezien tot nu toe. Gewoon vanaf alles. En je probeert gewoon altijd andere invalshoeken. Okay. Kevin die vraagt, wat is de doopste lijn die je ooit in een battle hebt gedropt? Wat is de doopste lijn die ooit tegen je is gedropt? Ja, ik vind sowieso die bar van Cooper dat ik ging meedansen. Dat was echt een gruwelijke. Want kijk... Ja, in principe is het logisch dat ik zo ga meedansen, want ik deed dat sowieso al daarvoor ook wanneer iemand zo ging flowen, dus heeft hij wel goed bedacht, maar ik vond dat echt ook hoe die impact op mij kwam, want ik danste mee, een paal op is, het voelde zelfs bijna goed, ik dacht van ja toch, en dan vriend, ja, dat ik dacht, en dan, want ik vond het wel grappig, dus dat is wel de doopste lijn die ik heb geïncasseerd. Alhoewel die UWV-lijn van Stef was ook fucking grappig. Oh, ik ging daar helemaal, bro. Petje af voor dat sowieso. Maar, en dan van mijzelf, ja, die Dragon Ball-lijn vind ik nog steeds wel een van de grappigere. Maar ja. Ik vind die ski met die plank tegen mij. Ja, die plank was sowieso gewoon leuk opgebouwd. En heel veel zeggen ook tegen mij, ja, die derde rond, die Kasper-lijn zegt. Weet je, maar ja. Die voel ik zelf niet zo super, maar hij pakt er wel goed uit ofzo. Okay. Dus, ja. Adam L. die zegt, je had 3 weken, hoe ver ben je nu met je teksten en uit je hoofd leren? Kijk, ik zal eerlijk zeggen, ik ben zo'n guy die echt in 3 à 4 dagen schrijft. En dan niet achter elkaar ofzo, maar gewoon dat ik echt zo'n moment heb van ja, nu ga ik even wat schrijven ofzo. En ik heb heel veel echt random tussendoor, dat ik gewoon zelfs na werk gewoon 4 uur, ik ben thuis. En dan net voor het slapen verzin ik opeens een joke, schrijf ik me snel nog op. Zo heel veel tussendoor heb ik meestal 1 dag nodig om echt alles in de 3 rondes te verwerken. En dan moet ik hem zo'n beetje 3 dagen stampen of zo, denk ik. Dus in principe, als je alles bij elkaar optelt, heb ik een week nodig. Okay. ben je nu wel goed op schema? Oh ja, dat was het natuurlijk. Ik ga helemaal van die topic af. Ik ben wel zo goed als ready. En met uit mijn hoofd leren. Dat komt ook gewoon goed. Ik heb al wel wat gewoon in mijn hoofd. Ik weet al wel de Engels nu. Maar echt de hele opzet, ja, geloof mij. Dat hoef ik nu nog niet te weten. Dat komt sowieso. Okay. Mohammed Laki die vraagt, tegen wie zou je willen battelen van het oude chat? Ja,
Kijk, strategisch gezien, strategisch gezien zou ik een 1 vs 2 battle met Najee en QC willen, maar waarschijnlijk gaat dat niet door of zo, dat is een hele moeilijk om te krijgen, denk ik. Nee, maar even serieus, ik zou wel denken, ja, sowieso wel een keer tegen of nog vetter met QC in 2 tegen 2 te doen. Veel mensen vergelijken je. Ja, dat vind ik sowieso wel vet. Maar ik denk dat Chalamo, ja nee, maar Chalamo mag ik, dus hem zou ik niet willen breken, maar ja, wie heb je verder? Ja, eigenlijk... Husse, Hightower, Suri. Oh ja, ja, Husse man, Husse. Sensei, Menace Day. Jongen, Husse, hij had mijn laatste cijfer gegeven. Husse, waarom doe je zo, weet je? Ja, tijd voor een revenge battle. Ja, dat vind ik niet leuk, man. Dat vind ik niet leuk. Nee, maar Huso of zo, ja. Gewoon een van die betere dan. Ja, het is moeilijk, man. Het is echt te moeilijk. Er zijn veel te veel mensen. Er zijn echt veel te veel mensen. Ik heb een vraag dan: wie zou je dan precies niet willen battelen? Ja, precies. Niets dan. Ken jullie IA Boy? IA Boy! Die moet dus titel gaan pijken. Ja, die ken ik dan nog, ja, IA Boy. Dat soort mensen zou je niet tegen willen hebben. In principe tegen hem zou ik heel graag willen. Daar was ik al lang op terugkomen. Hij is echt een legende voor mij gebleven, man. Tot de dag van vandaag, we checken nog steeds die rondes van hem. En hij zegt nog, jouw moeder is... Die net als van ofzo, zo is het, die van fucking Yalla ofzo. Hij verzint gewoon woorden ter plekke. Ik dacht gewoon, jij bent gewoon een legend, bro. En ja. Akra was ook zoiets. Akra, Faka, klik, Akra. We zijn van die guys die ik juist wel gewoon zou willen betten. Maar die ik niet zou willen betten, denk ik wel gewoon. Ja, dan weer Menace ofzo, man. Ik zou er niet echt tegen willen betten. Maar bekijk je dit dan als mensen van oké. Van deze persoon, die zou mij misschien kunnen murderen, ja, dus laat me wegblijven? Ik ben daar eerlijk in. Ik zou wel tegenstand kunnen bieden waarschijnlijk. Ik zou wel wat leuke dingen kunnen zeggen, maar echt. Bijvoorbeeld een Menace op niveau tegen El Type en zo. Zo'n Menace, dat wil je echt niet tegen jou. Maar aan de andere kant ben jij wel voor andere mensen. Want een soort, jij was de Menace voor Michael Effer bijvoorbeeld. Ja. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, ja. Jij hebt zelf ook wel eens die op iemand gehad. Ja, bro, tuurlijk, het kan wel. Maar ja, ik zeg je eerlijk, battles zijn echt heel op dat moment gewoon. Want ja. Je kan echt tegen de allerbeste gaan. Maar als diegene niet goed voorbereid is, dan is het volgens ik zeg je heel eerlijk. Een goed voorbeeld, Kippie. Kippie is een fucking grappige dude. Ik zeg je eerlijk, die guy in zijn vrije tijd en zo, wanneer ik met hem praat en hij flamet jou zo gewoon, nu hoe wij hier zitten. Ja. Hij vergelijkt jou met dingen, jongen, dan ga je helemaal brokken. Maar om vertalen in een battle. Ja, ook dat zou misschien nog wel lukken bij hem, maar hij heeft gewoon het voorbereiden onderschat. Ja. Mm. Dus het is heel erg, denk ik... Het ligt ook aan hoe je je voorbereidt. Ja, maar het is echt moeilijk. Ja, oké. Bijvoorbeeld dan Waldo, die dan bijvoorbeeld wegens niet goed voorbereiding dan eigenlijk uit het toernooi valt. Ja, maar en wat hij heeft gedaan... Met alle respect, Waldo echt keihard. Maar wat hij heeft gedaan, bro. Ik zou dat niet eens doen. Dan zou ik gewoon choken. Zou je zeggen van, hey, ik heb je niet voorbereid, boys. Maar heb je dan niet zoiets van, nou, ik heb wel goede bars. Nee, ik wil wel dat het publiek... Fuck die bars. Kan niet, bro. Chopper is gewoon daar terecht doorgelaten. Weet je, dat is... Dus jij vindt het wel goed dat hij is gedisqualificeerd? Zeker, bro. Ook nog eens bij, wat is dat? Achtste finale of zo? Ja. Weet je, je zit al 120 jaar in die league. Weet je, je wil die beker denk ik zo graag hebben, want anders, nu is het tijd, anders morgen, jij bent sowieso, laat maar ja, toch? Ja. Je doet mee met een reden toch al die jaren, of deed je gewoon mee voor stack en bonen dan? En dan is het zo'n belangrijke battle, ik weet niet wat de reden is, hij zei, misschien heeft hij gewoon een moeilijke periode gehad waardoor hij echt iets niet kon doen, natuurlijk, privé kan. Kan, maar ja, dan kon je beter... Neem je verlies dan gewoon. Ja, maar neem je verlies dan. Oké. Ik denk voor je daar misschien drinken. Waarom ik heel... Ja, kan iemand even... Simon de G vraagt, hoe kom je aan zo'n goede vocabulaire? Echt? Goede woorden schat. Sarcasme is eigenlijk, man. Nee, kijk, ik vind wel dat je best... In principe, ja, kijk. Ingeburgerd. Ik heb gewoon... goed ingeburgerd. Ja, goed ingeburgerd. Nee, ik ben gewoon geboren in Nederland. Dus ik denk dat ik gewoon de taal gewoon redelijk beheers. Alleen... Lees je veel boeken bijvoorbeeld? Ik was wel vroeger wel zo'n guy die boeken las, man, weet je. Maar nu niet echt meer of zo, maar... Ja, ik zeg eerlijk, op basisschool, ik was ook wel een van de eerste mensen die A4, 9 en zo onder de knie had. Ik was wel gewoon zo'n snelle
guy met taal. Alleen nu nog steeds heb ik moeite met lid worden. Gewoon, ik zeg de het en een, dat, daar moet je niet bij mij zijn. Dat is echt van ik heb het ook, daar word ik helemaal lijp van. Ja, maar ja, qua woordenschat, van hoeveel woorden je kent, ja, ken ik wel heel veel woorden. Ja, dat wel. Ja, oké, okay, over woorden gesproken, we hadden het net over bijvoorbeeld Ia Boy die heel veel dingen zomaar random verzint. Ik heb wel soms het gevoel dat jij dat zeg maar ook in je battles doet. Je gooit soms bepaalde schemes dat ik denk, deze heb je gewoon net uit je hoofd. Jij toch wat ik bedoel? Soms heb ik wel van die momenten, bro, maar... Ja. Ja. Ja, je had bijvoorbeeld één lijn dat je zegt, wat zeg je nou, je had iets over van je ma rijdt op een paarse olifant naar de Star Wars. Oh, weet ik, ik weet niet eens meer wat je precies daar zei. Ik weet het ook niet, man. Maar zijn dat dan dingen die je echt gewoon live ter plekke gewoon ertussen door gooit? Nou, ik had volgens mij, dat was je ma... Ja, wat had ik? Ik had iets met symmetric had ik daar weer in verwerkt volgens mij, maar ik weet niet meer wat. Ja, ik heb het soms wel ter plekke, bijvoorbeeld bij Stef, die laatste twee bars, dat als reactie op wat hij zei, ja, met die earthquake en zo. Dat waren wel bars die ik ooit had verzonnen, maar niet voor die battle. En ik dacht, oh ja, dit is een goede jab terug, weet je, een goede counter daarop, weet je. En ik dacht van, ja, oké. Maar is het lijkt mij wel moeilijk om zo, zeg maar, want je staat daar, er staan gewoon 1200 man aan jou te kijken. Is het dan niet moeilijk om zo ad rem dan ineens zo'n rebuttal of... Weet ja, je neemt wel een risico. Ja, want sommige mensen die doen dat en die vergeten dan een echte lijn. Of die, dat komt helemaal niet aan, waardoor het juist ja, tegen ik vind het dan slim om die rebuttal aan het begin of aan het einde van een ronde te gaan doen. Mm-hmm. Weet je, dat moet je vooral er niet tussendoor gaan doen, ja, want dan fok je echt je hele ding op, denk ik. Maar als je het gewoon aan het begin doet, van stel voor het tweede ronde, hij heeft net wat gezegd. En iets wat hij zei, wil je echt gewoon uit de wereld helpen, die leugen, dan kan je ondertussen wel wat verzinnen. En dan zet je hem in jouw volgende ronde, misschien als eerste het beste. Gewoon gelijk antwoorden, nu dat nog goed in de geheugen zit. Want die mensen, gewoon gelijk op antwoorden en dan pas je ronde beginnen. Waarschijnlijk... Wat ik ook heel vaak zie bij jou, is dat je een soort van rebuttal doet terwijl diegene nog bezig is met zijn ronde. Dus dat iets zegt dat je zegt, ja en dan of zo, weet je? Dat je gewoon zoiets gooit, waardoor je ineens het hele publiek om jou lacht. Klopt, maar ik heb mezelf dat afgeleerd om het verbaal te doen in ieder geval. Want bij Michael Efter, kijk, hij praatte dan vooral door mijn rondes heen. Weet je, maar ik heb ook dat ik twee keer iets terugzeg of zo. Dus ik dacht van, ja, dat moet ik voor beter niet meer zo doen. En daarom ben ik daarna een beetje gaan dansen, een beetje afleiden. Ja, weet je, ik weet het. Kijk, ik kan ook wel de hele tijd mensen gaan intimideren en ervoor staan. Ja. Misschien werkt dat ook wel, maar... Dat is niet hoe je dat wil. Ja, dat is natuurlijk hoe ik het wil. Ik leid hem wel gewoon een beetje af of zo. Okay. Yari, die vraagt, wanneer wil je gebodied worden door Fiction? Dus ja. Fiction zelf die dat vraagt. Ja, weet je, als Fiction ervoor uitkomt dat hij transgender is, dan ben ik leid om te battelen. Is je al uit die body bag verteld? Ja, ik zeg eerlijk, ik vind Fiction sowieso dope. Ik vind Fiction keihard. Fiction is gewoon echt... Zie je jezelf wel een keer tegen bijvoorbeeld Fiction gaan? Ja, want kijk, Fiction, ik zeg, die guy, ik mag hem gewoon, weet je. Het is gewoon een toffe guy buiten de battles, al sinds het begin. En ik weet niet eens waarom, maar ik haalde uit naar hem omdat ik het grappig vond waarschijnlijk. Ik weet niet meer, volgens mij, ik weet niet tegen wie, maar... Ja, op zich zou het wel ooit een keer kunnen plaatsvinden. Okay. Maar eerst even zien waar dit ons heen brengt. Hoe ver, ja. Oké. Okay. Rijk Sikkens die zegt, wie vind jij de meest overrated MC binnen Punch-Out? Ja, maar zonder twijfel Chiefs, man. Wat een kloot. Nee. Wel mee eens. Overrated. Ja. Symmetric underrated. Underrated. Doe normaal. Dat is een god, man. Symmetric. Even denken. Zijn er MC's waarvan je denkt van, ik snap niet waarom mensen zo erg op hun dik springen? Ja. Je mag hier alles zeggen. Ja, ik weet het niet, man. Ik moet even denken. Ja, weet je wat het heel erg is? Ik hou mij echt heel weinig bezig met... Je tegenstander. Ja, met de andere guys en niet leuk bedoeld of zo, maar ik heb wel echt gewoon een drukke leven buiten Puntje. Weet je, ik moet je gewoon dingen te doen. Ik heb gewoon echt dingen te doen en zo, weet je. Ik ben gewoon bezig. Ik ben elke dag wel met iets aan het... Iets aan het doen, dus ik hou me niet echt bezig met of iemand echt heel erg uit de oog doet of die heel veel fans heeft of wat dan ook. Maar ja, overrated. Misschien van de old gen een paar waarvan ik denk van ja, je moet gewoon nu niet praten of je moet gewoon in de ring stappen. Mm. Want vroeger was je echt niet zo hard of zo. Ja. Maar van de ja, Popjorn is niet overrated. Ze gingen op zijn dik rijden omdat hij Kippie had gebatteld, weet je. Maar Popjorn, ja, nu
haten ze. Weet je, iedereen haat Popje Urbana. Okay. Naf in die vraag, keken mensen niet raar toen je met een plank liep over straat? Ja, dat is van Michael. Jongen, ook dat jongen. Kijk, bijvoorbeeld Cooper, die zei ook, hij is met de trein gekomen, met een boot. Ik zeg heel eerlijk, zelfs bij mijn auditie, wij kwamen gewoon met 3-4 auto's. En niet zomaar auto's bro, auditie kwam nieuwste C-klasse. Kwam nog een bestelbusje, kwam Marokkanen uit de achterkant van de bestelbusje. Bro, we zetten de Rowena gelijk, weet je. Weet je, dus wij komen sowieso altijd met heel veel auto's, dat is wel duidelijk. En ja, dan kan je wel gewoon een plank meenemen tot aan de deur. En ik zeg je heel eerlijk, ja, waarschijnlijk ben ik ook wel weer de luister-MC dan. Ik ben ook tot nu toe altijd tot aan de deur afgezet en dan pas gaan ze parkeren. Zo, dus ik ben altijd als eerste binnen. Van een soort van tour manager. Plus, die boot hebben ook mijn vrienden naar binnen gesmokkeld en die plank hebben hun ook mee naar binnen genomen. Dus het is ook dom dat ik met mijn eigen prop ga lopen al voor de battle. Ik ja. Maar ja, bij die boot was het wel echt moeilijk om te verbergen. Dus daar backstage op te komen. En wat was er nou? Die broertje van Cooper liep daar langs of zo. En dan vroeg die van ja. Waar is die voor? En toen zei ze, ja, voor een battle van Giant. Ja, die is gelijk dat Cooper gaan. Ja, yeah. Giant heeft een boot voor je meegenomen. Yeah. En dat is wel onsportief van Cooper om dat te gaan spoilen. Maar ja, natuurlijk is dat slim voor hem. Ja, in principe. Ja, we hadden al ontkracht in. Ja, dus het is makkelijk om daar binnen te smokken. Wel keek de security elke keer van fucking raar van, wat heb je nu weer meegenomen, jongen? Want was dezelfde guy bij Empire, weet je? Die security is hetzelfde. Bij die prank zei hij al van... Bro, wat ga je doen met die plank en zo? Wat ga je mensen smaken en zo? En dan kwam je toen twee meters later een boot en een stok nog eraan om de vlag vast te maken en zo. En die guys. Ja. Ik kreeg niet mee, hè. Ik wou tegen Krop van dat filmpje van zo'n pan Bami. Van hoe weet ik ook jullie alles. Ik kreeg geen pan Bami meer. Ja, vind je het gek, bro? Ze zien ook wel aan de persoon wat ze met die voorwerp gaan doen. Bij jou, ze denken, oh, als deze man met pan binnenkomt, hij gaat sowieso iemand op zijn hoofd slaan. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik ook wel eens heb gemerkt dat mensen props meenemen. Dat het echt in hun gezicht ontploft. Ben je daar nooit bang voor dat je denkt van zo is. Dadelijk doe ik heel die prop dingen en eindstand landt het niet. Of misschien ribaltelt hij het zo dat hij ineens mij maakt met mijn eigen toren. Ja. Want in de judgment zeggen ze ook vaak van ja, je moet wel oppassen met props dit. Dat. Ja, maar tot nu toe heeft wel gewoon goed uitgepakt denk ik. En ik denk er ook wel over na voordat ik iets meeneem. Ik ga niet voor een simpele bar. Voor een kleine joke ga ik niet een waterpistool trekken. Maar sowieso, dat was wel een awkward persoon, überhaupt al die dat heeft getrokken. Maar los daarvan, we hebben het over, hoe heet het ook alweer? Luigi. Ja. Kijk, ik ken haar verder niet, ik heb haar ook nog nooit volgens mij echt gezien. Maar zij lijkt me echt zo'n awkward persoon, jongen. Ja, dus je moet goed nadenken over je prop, jongens. Niet zomaar dingen meenemen, ik zeg je eerlijk. Ja. Maar jij denkt het dus wel echt goed over na. Ja, in principe. Okay. Rijk Sikkens die vraagt, welke sport deed je vroeger? Ja, ik zeg je eerlijk, ik heb sowieso gevoetbald een aantal jaar. Ik was ook nog eens 1 jaar lang keeper in een van die seizoenen. Heb ik als keeper de penalty cup gepakt. Oh, joh. Dus gewoon als keeper was ik wel gewoon daar. Ik heb verder judo tijdje gedaan, zelfverdediging. Ik heb MMA nog gedaan een jaartje, gewoon 1,5 tot 2. Nu wil ik wel weer terug naar MMA gaan, want dat was wel het leukste. Voor mij is het leuk omdat ik mee... Ja, postuur een beetje bij MMA kan gebruiken. Want je grappling en zo op de grond ben ik wel echt sterk natuurlijk. Maar ja, dat zijn dingen wat ik heb gedaan dan. Oké, dope. Ja. En Adam L vraagt dan, wat voor werk doe je? Off topic, zegt hij nog. Ja, ik ben DJ dus. Ik verdien de kosten wel met plaatjes draaien. Okay, ik ben echt DJ bro. Okay. Wat is de beste plek waar je tot nu toe hebt gestaan als DJ? Ja, het zijn toch wel gewoon de betere clubs van Arnhem. Van Manhattan heb ik wel gestaan, Loft. Weet je, nu ik sta bij een hele dikke bar. Dat is gewoon, dat is gewoon een beetje onze eigen hometown. Nee, een Shortjes Bar in Arnhem. Is dat de bar waar Stef het over had, weet je. Ja. Maar bro, ik heb gewoon op mijn Insta staat gewoon luid en duidelijk dat die mattie van mij die bar heeft gekocht. En ik werk daar, weet je. Maar wij zijn daar gewoon, dat is geen werken voor ons, bro. Dat is ook mijn buur, jongen. Ja, die man, jullie zijn dikke matties, bro. Wij zijn al jaren matties. We hebben gewoon samen zelfs gezegd van, hey, laten we dat gaan doen. En ja, gewoon is zo gewoon uitgepakt. We doen gewoon alles gewoon. Hoe je ook met Matties gewoon naar de studio gaat of wat gaat chillen. Gewoon, ja, dat is hoe wij dat ook een beetje daar runnen. Ja. Weet je. Okay. Simon vraagt, wist je dat Stef bar zou gooien over die bar van jou en je Mattie? Aangezien je in de derde ronde al een soort van reply had. Dus was die reply... Reply was ter plekke. Ik had wel ergens gedacht van hij gaat daar vast wel iets over zeggen. Want wij gingen nog onderweg, ik weet nog. Wij waren daarheen en ik zat ook met hem in de auto. Met die vriend van met die mattie van mij. En hij zei van... hij rapt ook, die mattie van mij. Weet je, hij heet Clyde. Weet je. En toen zeiden we nog, ja... Als hij jou gaat vuren, gaat hij sowieso een Bonnie en Clyde gooien. Ja, toen deed hij dat. En dat gooide hij. Ja, dus het was...
Ik had wel ergens die vermoedens al, maar het boeit mij niet echt wat ze daarover zeggen. Het is nog gratis reclame, weet je. Kom naar de bar. Ja, want ik zeg heel eerlijk, er zijn wel best veel mensen gewoon geweest die gewoon mij DM'en van, hey man, fucking verre plekken. En dan zeggen ze, ja, waar is die bar en zo. En dan laatst ook zo'n guy, hij zei van, ja, ik ga langskomen. Zei die vorige week maandag en gisteren was hier. Okay. Of ergens. Dus eigenlijk shout-out naar Stef voor de extra klandizie. Ja, man, dat was Stef. Je hebt deze dagen heel veel dingen voor mij gedaan. Heb ik iets voor jou gedaan? Shit. Kevin vraagt, klopt het dat je op de dag van je auditie de vader van RP je bijna hebt aangereden? Rapper Patrick. dat is gewoon een vraag die ik binnenkrijg. Ja, maar toen wij weggingen rijden... Heb je bijna helemaal aangereden? Ja, we gingen daar driften bij die voordeur toch, want die audities waren klaar. En wij gingen met al die mensen, waar toch chaos werd dat ik door was en zo. En toen iemand ging met die Mercedes ging daar driften bij die voordeur. En toen zag ik wel een beetje mensen aan de kant. Dus misschien dat, maar verder, ik heb niet echt wat gezien. Man. Weet je wie rapper Patrick is dan? Is dat Patrick of? Nee, dat is Lil Kleine. Hele kleine, kleine maat kleine. Hij ziet er hetzelfde uit, maar dan onder een microscoop. Oké, nee. Maar ging freestyle. Volgende vraag. Wie van de nieuwe auditierondes zie je uitgroeien tot top tier? Ja. We hebben net een nieuwe auditieronde gehad. Ja, ik had... Links, Jenzo Krokker, Dorata. Dat soort mensen. Die Jenzo, hem vond ik wel grappig. Maar ja. Ik kon gewoon een beetje spoken word doen of zo, maar het was wel grappig of zo. Er waren wel een paar van die guys waarvan ik dacht van ja, we kunnen wel wat doen. Die links wat je zei, en toen had je nog twee van die guys die tegen elkaar gingen. En die waren ook wel hard. En ja, kijk, in principe telt het niet mee, maar Zwollenaar, ja, hij zit er dan eigenlijk gelijk met mij in. Alleen, ik vind hem nu echt gewoon hard worden of zo. Want ik vond hem, ja, niet lullig bedoeld, maar... Of hij pakte niet, misschien hij had wel goede bars of zo, maar... Hij kan niet echt connecten. Ja, hij kon geen contact met de crowd maken, maar nu valt hij me best wel op. Die laatste battle, ik vond hem oprecht gewoon grappig. Wat hij zei tegen die geïnfluweerde Pidgeotto, ik weet niet meer hoe die guy heet, met die gekke kapsel erachter. Draak, juist. Draak. Dus je vindt bijvoorbeeld Zwollenaar eigenlijk in jouw seizoen zit ook gewoon eigenlijk wel. Nu die mooie groei maken. Ja, maar ik denk dat Toontje ook tegen Stef. Ja, maar ik vind Toontje, vond ik sowieso wel grappig, ook tegen Gigo slag en zo. Dus Toontje had wel in zich, maar daarna, die battle daarna, had hij een choke of zo, of had hij het opgefokt. Maar in principe, Toontje is sowieso wel een grappige guy, dus ik wist al dat hij sowieso niet zomaar neerging of zo tegen Stef, weet je. En sterker nog, ik vond hem echt sterk om tegen Stef. Ja, want jouw battle tegen Stef, begon je al van, waar is Toontje? Ja. Is dat echt het gevoel dat je had van, of was het meer gewoon om hem te dissen? Ja, kijk, weet je wat, Toontje ken ik ook buiten battles gewoon. Dus hij komt uit Wageningen volgens mij oorspronkelijk. Mm. En die guy, ik deed een tijdje ook draaien bij feesten in Nijmegen en ook optreden bij hem. En hij was dan daar de fotograaf. Was ook bijvoorbeeld Louis en Moena waren gekomen naar Arnhem. Bij Willem 1, zo'n jongerencentrum, ging ons optreden. Maar toen had Toontje ons backstage en zo gebracht. Louis, we gaan daar chillen en zo. Dus ik ben goed met Toontje. Dus in principe, ik heb gewoon dat een beetje een scheme opgemaakt. Maar ik vond ook oprecht dat Toontje echt hard kwam. Het was voor mij heel moeilijk om te bepalen in ieder geval wie het heeft gewonnen, weet je. Dus ja, los daarvan. Maar het was ook gewoon een beetje omdat Toontje gewoon matig van mij is. Ja. Ik moest toch iets doen. Weet je, er is zoveel voor Stef gezegd. Wat moet ik nog zeggen tegen jou? Ja. Gewoon originele info. Oké, duidelijk. Mohammed Laki die vraagt, wat zou jouw MC-naam zijn als je 1,70 meter zou zijn? Lil Giant. Ik weet het niet. Ja, dat is moeilijk om over na te denken. Want Giant is gewoon iets wat ik... Ik rap al lang, weet je. Ik rap al gewoon, sinds ik echt een blaag was, 13, 14, rapte ik al gewoon op straat, deden wel gewoon mensen dissen, deden wel een beetje battles. Rond een leeftijd van 16 ging ik ook echt dingen opnemen, gewoon microfoon ophangen in mijn kamer, gewoon met Matties, weet je. En toen had ik al wel een andere rap naam, weet je, en dat waren mijn initialen, maar die ga ik niet zeggen. Ja, in principe, uit initialen kan je toch niks halen, maar dat was nog. Ja. Het waren mijn initialen, dan was dat mijn naam geweest. Oké, duidelijk. Nou, zei je net zelf, hadden we het eigenlijk over Waldo en dat je eigenlijk niet vond kunnen dat hij die telefoon trok en zo. Ja. Nou zei Waldo eigenlijk van, om mezelf te bewijzen, degene die wint de finale battle, ik wil tegen die persoon. Oké. Zeg maar, stel dat jij wint,
Ja. Zou jij dat dan aangaan? Heb je zoiets van, oké. Okay. Want ik denk dat hij dan wil bewijzen van, ja, ik win van, dan van degene die ja, heeft gewonnen. Dus eigenlijk ben ik erin. Ja, maar zo werkt dat niet. Weet je, want kijk, hoe het is, is gewoon, kijk, die toernooi bestaat uit meerdere battles. Jij moet meerdere battles winnen om bij die finale plek te komen. Ja. Als Waldo door was tegen Chopper, moest hij tegen Nick Fain. Als hij won van Nick Fain, moest hij tegen Jeeves. Of ik weet waar hij in die ladder was. Nee, bij wijze van. Ja, of, ja, en voor dezelfde, als hij aan de andere kant van die ladder stond, was hij volgens mij sowieso uit. Keus heeft al bewezen dat hij hem aan kan bij hart. Weet je, en als hij aan die andere kant van de ladder was, dus het is sowieso moeilijk voor hem. Kijk, en dan, Cooper heeft van mij gewonnen dan, hè. Klein puntverschil. Moet ik nu dus als stel ik zou ooit winnen dit, en dan komt Cooper naar mij, ja, ik heb van jou gewonnen. Ja. Of hij heeft ook van Jeeves gewonnen. Maar zou je wel die strijd aangaan? Oh ja, tuurlijk. Ja, maar ik zou sowieso wel beter tegen Waldo. Maar niet met die reden. Je moet niet denken dat als hij mij klaart, dat hij dan de winnaar is. Of ja, op dat moment, snap je. Ja, dat hij zeg maar zijn gevoel, ja, voor mijn gevoel ben ik dan eigenlijk de kampioen. Ofzo. Zo werkt het. Je moet die hele weg gewoon, je moet één voor één van die mensen winnen. Kijk, deze jongen allemaal gewoon vanaf achtste finales. Ja. Je doet één battle, twee, drie, vier battles moet je winnen. Het gaat niet om dat jij... Niet om de... Ja, één guy komt, ja. Dan kan dat iedereen zeggen. Wint Jeeves de titel, volgend jaar komt een nieuwkomer, Jeeves Fox zijn battle op, die guy komt hard of zo en dan denk je, hij is een nieuwe punch-out coach. Dat ja, zo ja, werkt dat niet, want dat kan niet. Oké, dan wil ik het eigenlijk met jou hebben over aankomende zondag, of volgende week zondag eigenlijk. Ja. Dan is de halve finale battles. Zijn er nog battles waarvan jij denkt van zo, ik kijk hier eigenlijk wel heel erg naar uit, behalve dan je eigen battle? Ja, Chalamet tegen Satisfied. Ja, die battle wil ik echt zien. Ik vind Satisfied oprecht echt een van de hardste. En Chalamet vind ik sowieso al een persoon in... Maar als je kijkt dan naar Satisfied, dan als je dan in ieder geval binnen... Punch-out heeft hij nog niet echt... Binnen Punch-out heeft hij niet kunnen waarmaken, maar zelfs... tegen wie ging Satisfied? Dat hij over die flap hoorde en zo. Wie heeft Satisfied dan nog gebattled? Hij heeft... Knieën kala bij POB. Ja, tegen knie volgens mij over zijn oren en zo, weet je. Hij had daar gewoon een paar bars en zelfs wat hij dropte was al gewoon echt gruwelijk, weet je. Ik vind... Humor van Satisfied is gewoon mijn soort humor. Laat ik het gewoon daarop houden. Dus dat is één battle die ik graag wil zien. En natuurlijk de andere halve finale. Die wil ik ook sowieso wel gewoon zien. En eigenlijk had ik heel eerlijk gezegd... Niet opgelet. Andere is dat omdat je er eigenlijk uit dacht? Dat je dacht, fuck you, die... Nee, zeker niet. Fuck you, die halve finale. Nee, want mensen moeten het echt... Battle moet je niet onderschatten, man. Ja. Want ik zeg je eerlijk... ook bijvoorbeeld voor het event tegen Stef. Ik zat tot aan de battle... Alleen maar in de battle. Weet je, vooral die dag, ik dacht van... En echt gewoon klojo's zoals fucking Cooper en zo. Bellen mij dan en probeer ze met mijn concentratie te halen. Onderweg nog, hij belt me, kan je voor mijn broodje deunen? Ik ben van die kutvragen die gewoon weer... Hij doet zelf niet meer mee, dus hij denkt ik ga maar een beetje andere mensen uit in balans halen. Maar is het echt het gevoel dat je krijgt? Hij doet dit gewoon om mij. Sowieso, want hij deed dat ook bij Stef. Weet je, want hij probeerde echt gewoon een beetje mensen uit hun element te halen en zo. Dus het is heel... Ik krijg niet echt mee op zo'n dag wat die andere battles zijn. Bijvoorbeeld Keus tegen Mitch moest ik gewoon echt checken toen die uitkwam. Want op dat moment stond ik gewoon daar. Ik heb de battle meegemaakt, maar mijn hoofd was precies bij die battle daarna. Ja, je was, weet je dus was niet... Daarom, ja, ik kan wel zeggen dat ik voor die battles daar naartoe ga. Maar ik kom toch uiteindelijk voor mijn eigen battle. En zonder zeg maar al te veel prijs te geven, wat kunnen we verwachten van de halve finale Giant? Ja bro, ik zeg je eerlijk, jullie gaan sowieso lachen man. Jullie gaan sowieso lachen man bro, ik heb sowieso echt hele lijpe dingen. Ja, ze gaan lachen. Okay. Heel veel onder de gordel dingen en zo? Of, alles. Boven, onder, achter, gordel. Achter onder de nek. Gordel om de nek, alles bro. Alles gaat die gordel. Gordel is niet genoeg voor deze broer. Het wordt gewoon championship belt gewoon. Wat ik mij wel eigenlijk afvraag, we hebben het bijvoorbeeld gemerkt bij Manus D dan, toen hij de finale won. Ja. Heb je naar, op het moment dat jij die, stel je wint de finale plaats, je bent koning van dit seizoen, dat wij zo spreken. Voel je dan nog de drive om het seizoen daarna tuurlijk, meer? Ik zeg heel eerlijk, ik doe, kijk, een beetje droog om te zeggen nu ik in alle finale sta, maar het is niet echt dat ik voor de winst meedeed vanaf het begin. Weet je, de auditie en zo, dat was... Ik was te laat met inschrijven. Een battle werd gecanceld, ik werd gebeld, je mag alsnog meedoen.
stel je voor als die guy... Net als nu, hè. Ja, klopt. Maar als die guy op die dag gewoon wel kwam bedden, dan had ik nooit meegedaan. Ja. Zou ik misschien nu pas, dan zou ik er nu pas in zitten. Dus het was voor mij sowieso niet gelijk van, ja, ik ga de titel pakken en dit gaat mij ook een beetje allemaal veel te snel. Oké. Want ja, ik had veel sneller dan je had verwacht. Tot nu toe, ik heb elk event gebattled omdat ik het gewoon hartstikke leuk vind. Ik vind het gewoon leuk om mensen te laten lachen. Ik zeg eerlijk, ik heb ook wel misschien ambities later als stand-up of wat de fuck dan ook. Want ik vind het gewoon leuk om mensen te laten lachen. Het is voor mij een veel belangrijkere doel dan dat ik echt per se wil winnen. Ja, wat mij wel drijft om dit te winnen is dat ik wel gewoon een jongensdroom heb om bij Inline Bars gewoon mijn ding te doen. Weet je, en dat is misschien niet eens per se die reden. Ik wil ook wel natuurlijk een titel. Tuurlijk wil je winnen, maar dat is niet per se waarvoor ik in de eerste instantie meedeed. Dat is het, zeg maar. Ja. Dus voor mij is het gewoon... Ja, meer dat mensen laten lachen dan dat ik echt die drive had. Echt voor de winst. Ja. Okay. Jano, die blijft maar vragen wat je ervan vindt dat nooit iemand opnames maakt in het publiek. Maar dat hoort gewoon bij de Punch-Out regels. We hebben gewoon regels bij Punch-Out Battles, live events. Wordt gewoon niet gefilmd. Ja. Dus. Dat al vindt hij het goed, niet goed, we doen dat gewoon niet. Zo, dat is het antwoord. Chongwa Lee vraagt, Giant, wat is je mening over dat Steph een eerste keus met betrekking tot het verlaten van het toernooi? Ja, in ieder geval... Moet je eerder kijken, joh. Ja, nee, maar in ieder geval, ik vind het gewoon jammer, weet je. Ik had hem gewoon graag tegen elkaar gezien. En ik wil ook niet op deze manier door, in principe, ja. Maar ja, als het dan toch... Maar ja, het is er toch, dus waar. Ja, het is er toch, ja. Dus ja, tuurlijk, ja. Ik ga niet om hun treur of zo, is niet mijn probleem, weet je. Als jij niet wil, dan wil je. Je beste man of zo. Nee, bro, ik ken ze gewoon vandaar, bro. Ja, net zoals ik gewoon de meeste mensen daar ken. Oké. Adam L, vind je ook dat je dezelfde stijl hebt als Satisfy? Wanneer ik terugkijk, snap ik wel waarom mensen mij met hem vergelijken, want hij heeft ook van die idiote grappen een beetje. En ik ook, maar ik vind dat Satisfy bijvoorbeeld veel ingewikkelder is. Taalkeuze heeft dan ik bijvoorbeeld. Ja, hij gebruikt hele diepe woorden op. Zijn humor is al diep en dan zijn vocabulaire is ook nog eens diep. Ja. Dus dan heb je gewoon die dubbele story. Ja, ik denk dat jullie ook sowieso een hele andere stijl qua performance hebben. Ja, tuurlijk. Ik ben meer de opvallen guy erop en hij is meer die. Gewoon snelle dingen gewoon zeggen. Dat voor mij is meer gewoon presenteren, denk ik. Lionel Calvetti vraagt: wat zijn jouw favoriete Amerikaanse rappers? Ja, kijk, dat is moeilijk als je zegt Amerikaans, old school, new school. Ik ben sowieso wel een old school guy, ik vind dat wel hard. Weet je, maar voor mij bijvoorbeeld, van de old school dan zeg ik Easy. Ik vind Easy E echt keihard. Easy E is echt mijn stijlrapper. Weet je, en van de nieuwe, dan ja, rappers. Als die echt on fire is en rap, vind ik Drake gewoon erg, maar verder, ja. Oh ja, nu heb je te veel rappers in Amerika. Ik luister wel naar gewoon Amerikaanse hip-hop en rap en alles, maar heel veel rappers nu pop en pop is nu rap en alles is door elkaar de hele tijd. Dus het is nu moeilijk om te zeggen wie nou wel en niet een rapper is. Weet je, maar van de mensen die nog levend zijn dan qua echt lyricaal, ja, Eminem of zo, weet je toch? Oh, dat Kendrick vind ik sowieso ook echt. Kendrick. Bitch be humble. Sowieso, maar van Kendrick is het ergste van die met de game. Die City of zo. Nee. Daar hij droeg aan het einde zo'n first, een beetje a cappella, bro. Dat is gewoon een first die mij way back bijblijft van Kendrick. Dat is echt. Dus ik denk Kendrick van nu en dan van way back easy. Okay. Jij bent dan zelf nu DJ. Heb je zelf ook de ambities of voel je de drijf om uiteindelijk dan ook echt pokus te gaan maken als rapper bijvoorbeeld? Bro, dat je veel battle MC's wel ziet doen. Ja, ik heb al heel veel tunes online staan. Ik heb. Je hebt laatst weer volgens mij een clip gedropt. Ik heb, want je bent heel erg, zeg maar, jezelf wel als DJ aan het van ik ben DJ. Ja, maar je hoort je wel minder vaak zeggen van ik ben rapper of zo, of ik ben artiest. Ja, nee, maar klopt. Maar ik vind dat ik, kijk, heel veel mensen noemen zichzelf een artiest. Weet je, maar dan snap ik niet echt wat dan precies de artiest wat is. Wat is de artiest? Ja, waar is die artiest dan? Maar, ja. Ik vind een artiest wanneer jij gewoon hits hebt al. Een hit hebt en optredens doet, dan vind ik jou wel een artiest. En tot maar die tijd ben je werkend naar. Ambitie. Ambitieus ben je tot die tijd. Ambitie je bent geen artiest. Ik kan mijzelf zeggen, ja, ik ben Giant, ik ben een artiest. Maar ja, waar zijn mijn shows, waar zijn mijn plakka's dan, zeg maar. Waar zijn mijn gouden plaatjes? Waar zijn mijn gouden plaatjes? Ja, ja, artiest, bro. Weet je, heel veel mensen maken twee pokoes, gaan ze op Soundcloud en denken ze artiest. Ja. Ja, check maar als ik dan tegen jou zou zeggen, nooit meer DJ'en of nooit meer...
battle dan stoppen met draaien, man. Ik zeg je eerlijk. Toch wel? Ja, maar ik ben wel. Bro, ik ben langer een rapper dan dat ik DJ ben. Ja, okay. Weet je, zoals gezegd, battelen deed ik al gewoon als met mijn neefjes en andere jongens met wie ik ben opgegroeid. We disten gewoon toen mekaars. Was, we disten mekaars moeders, dus onze eigen tantes en moeders. Weet je, mijn neef diste mijn oma. Het is zijn eigen tante of je weet toch. Dus uiteindelijk. Zo en zo was het ooit begonnen, maar ik maakte ook al gewoon tracks toen ik 16 was. Ik heb ze ook ooit op YouTube gezet, weet je. En toen was ik ook wel echt ambitieus. Als je jong bent, dan ga je denken, ja, ik ga rapper worden. 18 was ik, 17, 18 dan wat serieuzer. En ja, toen bij Punch-Out, maar dankzij Punch-Out heb ik natuurlijk die exposure gekregen. En toen gaf dat mij wel een extra drive om echt focus te gaan erop. Dus daarom is voor mijn rapper toch wel... Kunnen we binnenkort weer nog nieuwere dingen verwachten? Verder? Ja, sowieso. We hebben echt ontiegelijk veel muziek klaar liggen. Maar het is gewoon echt bijna dat we gewoon niet weten wat we moeten uitbrengen weer. Okay. Want we hebben heel veel commerciële tunes, we hebben heel veel echt rap, gewoon waarin ik bars heb ook. We hebben heel veel vrolijke, we hebben heel veel duistere, dus... Je bent nog aan het zoeken naar je juiste stijl. Ja, dat niet, want mijn stijl is sowieso alles. Ik ben gewoon, zo, kijk, ik kan wel heel blij gaan, kan wel heel blij hele dag straat gaan rappen. Ja. Zoals iedereen dat nu bijvoorbeeld doet, maar bro, geen één van die rappers leeft dat. Geen één, misschien een paar van die echte OG's van vroeger en zo, dat, van die mannetjes. Ja, maar dan, sommige, je weet, die hebben ook vastgezeten, dan is het openbaar. Als je, dan heb je dat waarschijnlijk ook echt gedaan. Ja. Weet je, maar ik heb 9 dit dat. Wat zeg je allemaal, bro, man? Wat is dat? Gewoon, je moet gewoon muziek maken wat gewoon op dat moment lekker voelt. Als ik een duistere track heb gemaakt, was ik die dag fucked up. Als ik een blije clubtune heb gemaakt, ja, dan was ik vrolijk. Dus, dus het is gewoon een beetje qua emotie, denk ik. Dus, veel tunes klaar, maar het klinkt komt nog op. Ja, maar komt ik wil nog één vraag met je over hebben. Ik vind het wel een interessante vraag. Mickey die vraagt namelijk, gaat de 2 versus 2 toernooi nog komen? Het antwoord is ja. En Giant, ga je meedoen en zo ja, met wie? Nou, waarschijnlijk doe ik dan wel mee, is natuurlijk leuk. Ik zou sowieso al ooit team met Satisfied. Okay. We hadden het al een keertje afgesproken. Volgens, ja, Satisfied heeft niet heel veel tijd of zo. Ik was ook druk met andere dingen. Hij moest ook nog battle tegen Chalamang, duurde allemaal een beetje lang. En toen werden de 2-2's aangekondigd. Zou ik tegen Santios en Sneggy volgens mij gaan. Met Stef. Weet je, dus eigenlijk was ik toen met Stef ingedeeld. Ja, het ingedeeld werden gewoon afgesproken. Ja. En dat ging maar ook weer door zijn Stef, muziek. Stef nemen? Of, Ja, in principe wel. Maar als ik ga teamen, moet het wel met iemand zijn die een beetje in mijn buurt komt natuurlijk. Ik ga niet... Iemand waar je samen wel ook echt die klik mee hebt om iets te kunnen doen samen. Is er iemand nu in de league waarvan je denkt, oké, met deze persoon zou ik wel, denk ik, die klik kunnen doen? Ja, ik zeg eerlijk, ik heb niet echt een inzicht voor over hoe eerste keuze als persoon is. Maar ik denk dat zijn humor, hij heeft meer kalm. Weet je, en ik heb meer gewoon die ding, ik denk dat het met keuze zou wel fat toe zijn. Maar ook wat ik zeg met Satisfied, bro. Mm-hmm. Wij zouden ook waarschijnlijk kapot maken. En met Stef ook, dus het maakt niet zo heel veel... Een van die drie zou ik wel mee met het team. Maar je zou wel graag meedoen, gewoon met zo'n 2-2? Ja, tuurlijk man. Dus ik heb, is toch een nieuwe ervaring, weet je. Ik heb dat nog nooit gedaan. Oké, duidelijk. Nou, om even nog af te sluiten. Volgende week zondag dan het event. Jij tegen Mitch. Waarom moeten mensen echt komen kijken naar die battle van jou? Ja, bro, als je gewoon van humor houdt. Als jij wil lachen. Als jij gewoon even... toch wel een stukje Nederlandse battle rap geschiedenis mee wil maken. Want uiteindelijk, bro, dit is de tweede keer dat er een halve finale is, toch? Dus en het is gewoon, kijk, Punch-Out sfeer, de sfeer bij Punch-Out is sowieso iets anders dan wat mensen vaak verwachten. Ze denken, daar komen van die ghetto mensen, zo, je wordt daar vroes aangekeken of zo, ze gaan je daar opeten of zo. Bro, het is een fucking gezellige boel. Mensen komen daar met hun familie, moeder, vader, kinderen. Heel veel denken ook dat daar alleen maar boys en zo komen. Bro, het is gewoon heel divers en zo. Het is gewoon gezellig, sommige drinken. Ik zie vader lekker wijven gewoon inderdaad. Dus het is gewoon een gezellige sfeer. Je moet echt voor die sfeer komen, bro. Je moet gewoon komen om daar gewoon vooral te feunen. En het is gewoon ook hartstikke, dan kan je tussendoor naar battles kijken. Vind je het saai, ga je lekker even wat anders doen. Ja, in de job ook bij. Ja, als je dat komt, ga je dat doen tussendoor. Ja, als je weet van oké, die bed ga ik checken. Ga je die checken? Bevalt die ook niet? Ga je ook dat? Bevalt die wel? Of iemand die jij dacht van hij gaat fucking slecht?
Dus hoor je een dikke crowd, je hoort die guy, denk je, oh, deze guy is wel grappig. Ja, ja, ja. Een soort van, ja. Dus gewoon die sfeer moet je gewoon ja, die sfeer moet je, ja, die sfeer is goed. Okay. Giant, ik wil je sowieso bedanken voor je openhartigheid en alle vragen die je hebt beantwoord. Ja, jullie bedankt voor alle vragen die jullie hebben gesteld. Volgens mij gaan we zo nog even alle vragen bekijken, want ik heb gehoord dat er kaarten worden weggegeven voor de leukste vragen die zijn gesteld. Ik hoop dat jullie er allemaal zijn. Volgende week zondag 29 oktober vanaf 1 uur plan C. Halve finale event met dus onder andere Giant versus Mitch, man. Ja. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, man. Ik ga oefenen, zeg niet. Bababah. Ik ga gamen straks. Ik ga raiden. Destiny 2.